wilde gaan staan. Ik open deze academische zitting waarin mevrouw Adan het academisch proefschrift getiteld Optical Coherence Tomography for Non-Invasive Diagnosis of Basal Cell Carcinoma in het openbaar zal verdedigen. Ik heet u natuurlijk van harte welkom en ik wens u succes, ook uw ondersteuners, de Paranimfen. En ik heet ook uw team, uw supervisors welkom, professor Mostert, dokter Kellner-Smit en dokter Nelemans. En natuurlijk u hier in de zaal en online. En natuurlijk ook de leden van de oppositie die u dadelijk allemaal nog gaat horen. Maar voordat we aan de oppositie beginnen, geef ik u graag de kans om te vertellen waar uw proefschrift over gaat. Commissie, lieve familie, vrienden en collega's, heel fijn dat jullie er vandaag zijn. In het komende kwartier vertel ik jullie graag over het onderzoek wat heeft geleid tot mijn proefschrift getiteld Optical Coherence Tomography for Non-Invasive Diagnosis of Basal Cell Carcinoma. Vandaag de dag is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders krijgt ermee te maken. En er zijn grofweg 3 soorten huidkanker. In 80% van de gevallen gaat het om een basaal celcarcinoom. En dat is minder ernstig dan de andere vormen van huidkanker, het melanoom en het plaveiselcelcarcinoom. Het basaal celcarcinoom groeit namelijk langzaam en zaait zelden uit. Wel is behandeling nodig omdat het basaal celcarcinoom groter kan groeien en dan klachten kan geven. In mijn proefschrift richt ik mij op het basaal celcarcinoom. En voor het gemak zal ik vanaf nu de term BCC gebruiken. De kans op het krijgen van een BCC neemt toe met de leeftijd. En de belangrijkste risicofactor is blootstelling aan UV-licht, door de zon of door de zonnebank. En mensen met een licht huidtype lopen het grootste risico. Daarnaast speelt verbranden op de kinderleeftijd een rol. En er zijn een aantal erfelijke afwijkingen, waardoor je ook een verhoogde kans hebt om een basaal celcarcinoom te ontwikkelen. Er zijn grofweg 3 soorten basaal celcarcinoom. Het superficieel BCC, en dat is een type wat oppervlakkig in de huid groeit. Het kan er ook een beetje uitzien als een eczeemplek. Het verschil is alleen dat het niet jeukt en ook niet reageert op een zalf voor eczeem. Dan het nodulair BCC, dat is het meest voorkomende subtype. Dat kan er een beetje uitzien als een glad glazig knobbeltje. In het midden soms een wondje en soms zie je wat vertakkende bloedvaatjes. En dan rechts ziet u het infiltratief BCC. En dat is een subtype wat doorgaans wat dieper in de huid groeit en ook wat minder makkelijk is af te grenzen van de normale huid. Een superficieel BCC is nog met een crème te behandelen, terwijl bij het nodulaire en het infiltratieve BCC daarbij is een operatie aangewezen. Hier ziet u hoe de verschillende subtypes eruit zien onder de microscoop, weergegeven op een plaatje. Helemaal links ziet u de normale huid, bestaande uit 3 huidlagen. De opperhuid, daaronder de lederhuid en daaronder het onderhuids vetweefsel. Daarnaast het superficieel BCC en in donkerpaars zijn de tumornestjes aangegeven. En die zitten hier nog vast aan die opperhuid. Daarnaast het nodulair BCC met wat meer bolvormige tumornestjes die ook in de lederhuid liggen. En dan het infiltratief BCC. En daarbij zijn de tumornestjes wat kleiner en zoals u ziet die groeien ook wat dieper. Een BCC wordt vaak door een dermatoloog herkend en dat gebeurt vaak met het blote oog, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van een dermatoscoop. Een dermatoscoop is eigenlijk een soort sterke loep met een lichtbron. Verdachte plekjes die worden dan vaak gebiopteerd en dat houdt in dat onder plaatselijke verdoving wordt er een stukje huid weggenomen. Dat wordt opgestuurd naar het laboratorium waar de patholoog het beoordeelt en 1 à 2 weken later dan bellen we de patiënt op met de uitslag om ook de behandeling te bepalen. Nou, dat wachten op die uitslag, dat brengt natuurlijk onzekerheid met zich mee. En een biopt is ook best vervelend. Die verdovingsprik die is pijnlijk. Het kan een ontsteking of een bloeding veroorzaken in de huid. En het geeft ook een klein litteken. Nou,
Daarnaast, in Nederland worden er jaarlijks zo'n 100.000 biopten afgenomen voor diagnostiek van het BCC. En naast die ongemakken voor de patiënt gaat het ook gepaard met hoge kosten. De laatste jaren wordt er daarom binnen de dermatologie veel onderzoek gedaan naar niet-invasieve diagnostiek van huidkanker. En een van die methoden is Optical Coherence Tomography, afgekort OCT. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En OCT is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van infraroodlicht. En je maakt daarmee heel snel een scan van de huid. En als je getraind bent, kun je die ook heel snel beoordelen. Nou, de gedachte is dat OCT bij een groot deel van de patiënten het mogelijk maakt dat je een soort one-stop-shop behandeling krijgt. En dat houdt in dat iemand met een verdacht plekje komt, dat je met OCT meteen de diagnose BCC kan stellen en ook al meteen kan gaan behandelen. Waardoor patiënten dus niet meer 1 à 2 weken hoeven te wachten. Nou, hier ziet u rechts een OCT-scan van de normale huid, waarbij de opperhuid is weergegeven tussen de witte pijltjes. Met OCT kun je tot 1 à 1,5 mm diep in de huid kijken en je maakt een scan van 6 bij 6 mm. Ter vergelijk, een biopt is vaak 3 mm, maar daarmee breng je wel iets beter de diepte in beeld. Hier ziet u dan hoe die verschillende subtypes eruit zien met het blote oog, onder de microscoop en op een OCT-scan. Helemaal links het superficieel BCC en op microscopie zijn de tumornestjes in donkerpaars weergegeven. En dan ziet u met geel zijn de tumornestjes van een superficieel BCC weergegeven, die echt vastzitten aan die opperhuid. In het midden ziet u het nodulair BCC met in rode tumornestjes aangegeven op OCT. En helemaal rechts het infiltratief BCC, waarbij de tumornestjes zijn aangegeven in blauw. Nou, het hoofddoel van mijn proefschrift was het onderzoeken van de waarde van OCT als niet-invasieve methode om de diagnose en het subtype van het BCC te bepalen. We onderzochten of OCT in de praktijk niet de patiënten benadeelt. Want het zou namelijk zo kunnen zijn dat OCT een iets slechtere methode is om te beoordelen of er sprake is van een BCC dan het biopt. Dus we wilden zeker weten dat een diagnose en vervolgens ook een behandeling op basis van OCT niet zou leiden tot meer recidieven van huidkanker. En een recidief houdt in dat de huidkanker na de behandeling terugkeert op dezelfde plek. Daarnaast waren we benieuwd of diagnostiek met OCT ook kostenbesparend is, of er daardoor minder biopten hoeven te worden afgenomen. En we waren natuurlijk benieuwd naar de voorkeur van de patiënt. We hebben daarom de ROCTI-trial opgezet, een groot vergelijkend onderzoek in 3 ziekenhuizen in het zuiden van Nederland, het MUMC in Maastricht, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Zuidland Medisch Centrum in Heerlen. En het betrof een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie. Gerandomiseerd houdt in dat patiënten geloot worden tussen 1 of meerdere groepen, in ons geval 2 groepen. En een non-inferioriteitsstudie, dat is eigenlijk een onderzoek waarmee je wil aantonen dat een nieuwe methode, in dit geval OCT, niet minder effectief is dan de gebruikelijke methode, het biopt. Hier ziet u dan dat er 598 patiënten zijn gerandomiseerd tussen 2 groepen. Aan de ene kant een groep waar de diagnose en de behandeling werd bepaald met het gebruikelijke biopt. En dan had je de andere groep, de OCT-groep. Daar maakte ik de OCT-scans en die beoordeelde ik ook. En als ik heel zeker was van de diagnose en van het subtype, dan werd al meteen de behandeling ingezet. Als ik enige twijfel had, dan werd het biopt afgenomen en dan werd daar de behandeling op gebaseerd. En omdat het een onderzoek is, hebben we wel om veiligheidsredenen, ook bij die patiënt waarbij ik zeker was, toch een biopt afgenomen. Maar dan werd dan niet de behandeling op gebaseerd. Alle patiënten die werden na een jaar teruggezien om te beoordelen of er verschillen zaten in het aantal recidieven per groep. Hier ziet u dan dat er 299 patiënten gerandomiseerd zijn naar beide groepen. We zagen 19 recidieven in de reguliere zorggroep, waar dus dat biopt altijd werd genomen, en 15 recidieven in de OCT-groep. Daaruit concluderen we dat diagnostiek met OCT dus niet onderdoet voor diagnostiek met het biopt. We vonden ook dat OCT een nauwkeurige methode is om te beoordelen of er sprake is van een BCC. Dus OCT kan goed onderscheid maken tussen mensen met en zonder een BCC. We vonden dat door het inzetten van OCT bij 2/3 van de patiënten een biopt eigenlijk achterwege gelaten had kunnen worden. Daarnaast hebben we nog een uitgebreide kostenanalyse gedaan. En daarin werden alle kosten meegenomen tussen beide groepen die gemaakt waren in een jaar tijd. Dan moet u denken aan kosten van afspraken, telefonische consulten, van OCT, biopt, maar ook van behandelingen. Echt alles werd meegenomen. Daarin vonden we ook dat OCT inderdaad niet onderdoet voor het biopt, maar dat het ook nog eens een goedkopere methode is.
De gemiddelde kostenbesparing was dan zo'n 70 euro per patiënt. En dat heeft ermee te maken dat je bij een deel van de patiënten voorkom je een biopt en een telefoontje. Maar bij sommige patiënten was ik niet zeker. En dan heb je kosten dus van zowel OCT als van het biopt. Al met al worden er wel zo'n 100.000 biopten per jaar afgenomen voor diagnostiek van het BCC. Dus dan hebben we het toch wel over een besparing van enkele miljoenen euro's per jaar. Nou, de ROCTI-trial, dat betrof patiënten waarbij de dermatoloog dus enige twijfel had over de diagnose. En dan is een biopt nodig. Maar er zijn ook gevallen waarbij een biopt niet nodig is. En dat is als de diagnose BCC op het blote oog al heel duidelijk is. Dat noemen we ook wel een klinisch evident BCC. En dan wordt er vaak voor gekozen om de plek meteen weg te snijden. Nou, ook in deze groep waren we benieuwd of OCT meerwaarde zou hebben. Nou, want het zou wel eens kunnen voorkomen dat een BCC dan ten onrechte als BCC wordt aangezien en dan al wordt weggesneden. Nou, wat bleek nou? De diagnose met het blote oog is in deze groep patiënten al heel nauwkeurig. Dus de meerwaarde van OCT is in deze groep maar beperkt. Dus je wil OCT met name inzetten bij die mensen waarbij er dus enige twijfel is over de diagnose of over het subtype. Daarnaast waren we benieuwd naar de voorkeur van de patiënt. En dat onderzochten we door middel van een keuze-experiment. Nou, 344 patiënten stuurden die vragenlijst terug. Het waren alle mensen die meededen aan de ROCTI-trial die vragenlijst kregen. En zo'n keuze-experiment ziet er als volgt uit. Dit is eigenlijk een keuzeset, zoals patiënten die kregen toegestuurd. Eigenlijk werden 6 aspecten van de diagnostiek beschreven, zowel voor OCT als voor biopt. Een voorbeeld van zo'n aspect is de wachttijd, in rood weergegeven. En voor OCT heb je geen wachttijd en voor biopt heb je 7 dagen wachttijd, of soms 10 of 14 dagen. En dat verschilt steeds per keuzeset. Patiënten werden gevraagd om een keuze te maken tussen OCT of biopt. Nou, wat bleek nou? In ongeveer de helft van de keuzesets kozen patiënten voor biopt en in de andere helft kozen ze voor OCT. En we vonden ook dat naarmate OCT nauwkeuriger was, dat patiënten meer geneigd waren om voor OCT te kiezen. Nou, op basis van de resultaten van de ROCTI-trial vonden we dat OCT een nauwkeurige methode is. Dus we verwachten ook dat patiënten OCT als nieuwe mogelijkheid zullen zien in de klinische praktijk. Nou, daarnaast was ik benieuwd of er manieren waren waarop we het stellen van de diagnose BCC met OCT kunnen verbeteren. Hier ziet u verschillende kenmerken van het BCC aangegeven op OCT-scans. Met rood zijn tumornestjes aangegeven, verschillende soorten en maten. Met de blauwe pijlen ziet u uitgezette bloedvaten in de huid. Met de gele pijlen is de opperhuid weergegeven. En aan de linkerzijde ziet u met blauw tumornestjes passend bij een superficieel BCC. En met geel tumornestjes van een nodulair BCC. En als u goed kijkt, ziet u met groen ook een donkere rand aangegeven. En dat is ook een typisch kenmerk van een BCC. Nou, we hebben gekeken welke combinatie van kenmerken nou het meest onderscheidend is voor een BCC. En we hebben eigenlijk ook een soort beslisboom gemaakt voor onervaren beoordelaars. Zodat zij in de praktijk kunnen focussen op het herkennen van een kleiner aantal kenmerken. Nou, u vraagt zich misschien nu af, hoe moeilijk is dat nou om die OCT-scans te beoordelen? Nou, we vonden dat als je een expert laat meekijken met een onervaren beoordelaar, dat er dan meer BCC's worden vastgesteld en met name ook meer nodulaire en infiltratieve BCC's. Dat onderzoek is uitgevoerd bij 287 patiënten. Nou, die onervaren beoordelaar die was in de praktijk aanwezig. Die beoordeelde dat verdachte plekje en vervolgens de OCT-scan. Terwijl de expert die was niet in de praktijk aanwezig en die beoordeelde alleen maar de OCT-scan op de computer. Nou, op basis hiervan lijkt het dus ook geen vereiste te zijn dat die expert in de praktijk aanwezig is. En omdat OCT-experts op dit moment schaars zijn en een nauwkeurige beoordeling met OCT training en ervaring vereist, zou je eraan kunnen denken om die onervaren beoordelaars te laten ondersteunen door een expert die eventueel dus zelfs op afstand aanwezig is. De belangrijkste conclusie van mijn proefschrift is dat OCT niet onderdoet voor diagnostiek met het biopt en dat het een nauwkeurige en kostenbesparende methode is, maar ook heel belangrijk een patiëntvriendelijke methode. Na deze samenvatting van mijn proefschrift gegeven te hebben, geef ik het woord terug aan u, prorector. Dank u wel, mevrouw de promovendus, voor een interessante uitleg van uw proefschrift. Dan gaan we nu beginnen met de oppositie en we starten met de voorzitter van de beoordelingscommissie en dat is professor Webers. Hij is hoogleraar oogheelkunde en hoofd van de afdeling oogheelkunde in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Professor Webers. Ja, dank u wel. Geachte mevrouw de kandidaat.
Het is eigenlijk altijd een voorrecht om in de beoordelingscommissie te mogen zitten van een PhD-kandidaat die een uitstekend proefschrift aflevert. En ik reken u ook zeker tot die groep en uw promotieteam ook. En ik wil u daarmee complimenteren. En als u nu ook nog vandaag de vragen goed beantwoordt, dan gaan we u vandaag ook nog feliciteren. U verwacht van mij als oogarts waarschijnlijk dat ik u ga bevragen over allerlei technische details van de OCT, Swapsource en domein foyer en zo. Geen zorgen, ga ik niet doen. Waar ik u wel over wil bevragen, dat is het volgende. OCT is heel gekend in de oogelkunde. En in 2011, toen verrichten wij 3.397 OCT's per jaar. Dus een dikke 3.000. Hoeveel denkt u dat dat er waren 10 jaar later? Nog meer, zeg ik al. Ja, hooggeleerde opponent, meer. Ja, goed. Ja, u bent kort van stof, hadden we begrepen. Dat waren er 42.878. Dus als je 200 werkdagen in een jaar hebt, dan maken wij 210 OCT's per jaar, per dag. En ik vroeg me af, zijn er buiten het BCC ook nog andere indicatiegebieden in de dermatologie, waarvan u denkt, hé, daar zou die OCT ook van pas kunnen komen? Hemangiomen, zeg ik dan maar als oogarts. Mm-hmm. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Ik weet dat we op dit moment, zijn we ook bezig met een onderzoek, of willen we gaan doen om te kijken of je OCT bijvoorbeeld ook in kan zetten om te beoordelen of een actinische keratose al enige invasie vertoont naar een plaveiselcelcarcinoom. Dat willen we ook onderzoeken of dat kan met OCT. Ik moet daarbij wel de kanttekening geven dat ik denk dat OCT het meest geschikt is om een basaalcelcarcinoom te herkennen, omdat je daarbij echt hele typische kenmerken ziet. En ja, ik vraag me af of je dat inderdaad ook bij een plaveiselcelcarcinoom of bij een actinische keratose hebt. Ik heb ook onderzoek gedaan om het bijvoorbeeld in te zetten bij blaarziekte. Bij Hailey-Hailey bijvoorbeeld, of de ziekte van Darier. En daarbij kun je inderdaad ook die blaren goed in beeld brengen. Dus dat is ja, een beetje een andere mogelijkheid die je ook voor OCT hebt. Ja. Ja. Ziet u nog technische ontwikkelingen daarin die dat zouden kunnen verbeteren? En de oogkunde is nu OCT-A, hè, angiografie. Mm-hmm. Samen met OCT ziet u dat voor uw vak, pardon, voor dat vorige vak ook? Ja, nou zeer recent is er eigenlijk een soort nieuw apparaat op de markt gekomen. Dat heet Line Field Confocal Optical Coherence Tomography. En dat is een apparaat wat eigenlijk de voordelen combineert van OCT met die van confocale microscopie. Nou, de voordelen van OCT is dat je een verticaal vlak hebt. En dat maakt het voor zeker een dermatoloog makkelijker te beoordelen, omdat het vergelijkbaar is met histologische coupes. En OCT heeft een, kun je iets dieper kijken dan bijvoorbeeld op confocaal. En confocaal heeft het voordeel dat je juist weer echt tot op celniveau kunt kijken. Dus die twee principes, die worden met elkaar gecombineerd, waardoor je dus een veel nauwkeuriger beeld krijgt. Ik denk dat dat een hele mooie technologische ontwikkeling is van OCT. Daarnaast, wat ik ook hoop dat gaat komen, is dat we iets van een artificial intelligence algoritme gaan krijgen, waardoor het dus ook makkelijker wordt om die scans te beoordelen. En je moet zich voorstellen, een scan is 6 bij 6 millimeter en die bestaat uit 120 afzonderlijke plakjes. Dus je scrolt als het ware door een filmpje. En je moet dus zien te kijken van nou, wat is nou het belangrijkste gebied op die scan. En ik zie het voor me dat bijvoorbeeld met een AI-algoritme, dat die er dan precies uit gaat halen van nou, kijk eens naar dit gebied, dat is misschien ook een tumornestje. Waardoor het eigenlijk ja, grote hoeveelheden data sneller te beoordelen zijn. Waardoor ik ook denk dat OCT veel toegankelijker wordt voor dermatologen om toe te passen. Ja. Ziet u ook een risico dat in uw vak huidtherapeuten en iedereen gaat adverteren met kom maar bij mij, ik kijk ook met de OCT naar je vlekjes. En wat levert dat aan fout positieve verwijzingen wellicht op, mm-hmm. als we het over kosten hebben? Nou, ik denk het is zeker belangrijk dat een beoordelaar heel goed getraind is. En ik denk, we hebben natuurlijk laten zien, ik ben voorafgaand aan de trial heel goed getraind. En wij hadden in onze trial echt heel weinig fout positieve. Dus training is daarvoor heel belangrijk. Ik maak me niet zo zorgen dat huidtherapeuten het bijvoorbeeld zullen gaan toepassen. Het zal wel toch iemand moeten zijn die ook bekwaam is in zowel de klinische blik. Hè, dus eerst de lesie beoordelen, dan de OCT-scan maken. Zou het een paramedicus kunnen zijn? Ja. Moet je dokter zijn om het te kunnen beoordelen? Nee, nou, als de computer het kan, denk ik van niet. Maar ja. Dat denk ik eigenlijk niet. Hè. Dus ik denk dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om een verpleegkundig specialist te trainen. En bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist die heel veel oncologiepatiënten ziet.
En die daar dus ook heel veel ervaring in kan krijgen, omdat ze het ook heel veel toe kan passen. Mm-hmm. Ik denk niet dat het per se een dermatoloog hoeft te zijn. Het is overigens wel zo. Er is, zou recent... ook een psychiater kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik wel. Doe maar een suggestie. Zeker, ja, okay. Zeker. Goed. Ja. Een andere vraag nog even. Ik denk dat het nog net kan. U zei in uw mooie inleiding van we hebben alle kosten meegenomen. U zei het zelfs 2 keer, alle kosten. Maar dan lees ik op pagina 33 toch dat u het healthcare perspective heeft genomen. En niet bijvoorbeeld, zoals wij in de oogheelkunde plegen te doen, het societal perspective. U gaf zelfs aan, er kan een bloedingje ontstaan. Als het geen verschil uitmaakt volgens u in termen van maatschappelijke kosten, waarom neemt u ze dan niet toch gewoon mee? Want dan vallen ze toch tegen elkaar weg? We hebben ze ook meegenomen. We hebben het gemeten middels de IPCQ-vragenlijst. Dus dan meet je productiviteit verliezen, bijvoorbeeld door een BCC. En daarin vonden we ook eigenlijk helemaal geen verschillen. En omdat BCC eigenlijk helemaal geen impact heeft op productiviteit verliezen. Mensen hoeven er niet voor thuis te blijven van hun werk. Ze moeten er niet heel lang van herstellen. Dus daarom is ook besloten, en zeker omdat in de IPCQ-vragenlijst, daar wordt ook gevraagd naar de leeftijd. Eigenlijk hadden bijna alle patiënten al de pensioenleeftijd bereikt. Dus daarom werd het ingeschat als niet relevant om dat mee te nemen. En begrijp ik nou goed dat je... die haarzone in het gelaat, is dat om cosmetische redenen dat je dat anders definieert? Ik zou me kunnen voorstellen dat daar nog de winst in kwaliteiten veel meer is. Hè? Als je niet gepuncteerd of gebiopteerd hoeft te worden en alleen de OCT. Kun je de ogen ook in 1 keer meenemen dan? Ben ik met u eens. Het doel was eerst om de veiligheid van OCT aan te tonen. Dus om te zorgen of om te kijken of OCT dus niet de patiënten benadeelt. In de H-zone van het gezicht, daar zitten vaak de BCC-subtypes die een agressieve groeipatroon hebben. Daarnaast is het ook moeilijker om een scan te maken in de H-zone, bijvoorbeeld op een neusvleugel, omdat het een wat gebogen oppervlak is. Mm-hmm. Dus dan krijg je een OCT-scan waar als het ware een beetje de zijkanten wegvallen. Dus dan kun je het niet heel goed beoordelen. Dus we wilden eerst weten, kunnen we OCT veilig inzetten in een subgroep waarin we de H-zone excluderen. Maar ik denk dat dat zeker nog een vervolgstap kan zijn om te kijken van, goh, kunnen we het ook inzetten in de H-zone? En is het dan ook veilig voor patiënten? Okay. Ik ben heel tevreden met uw antwoorden en ik geef het woord graag terug aan meneer de prorector. Ja. Dank u wel, professor Webers. Dan gaan we nu naar de volgende opponent en dat is professor Soehausen. Hij is ook lid van de beoordelingscommissie en hij is hoogleraar pathologie en hoofd van het Instituut voor Pathologische Anatomie in het Maastricht UMC. Professor Soehausen. Ja, hartelijk dank. Ik wil me graag aansluiten bij de felicitaties en hierbij ook de promotorenteam. Wij betrekken echt een heel goed boek en zeer veel hoofdstukken. Dus ik wil graag met een vraag beginnen die wij niet hadden afgesproken. Het gaat over die ROCTI-trial. Dus ik heb daar wel een stelling over uw thesis. En dat is dat er een bepaalde bias in zit als ik kijk naar die aantal recidieven. 299 patiënten hier en daar. En je hebt zelf meer recidieven in die chirurgisch behandelde groep. Zou het kunnen dat misschien, indien dat een diagnose werd gedaan met die OCT-techniek, dat dan automatisch ruimer wordt of werd geëxcedeerd? En hoe heeft u deze bias misschien, of bent u dat voorkomen? Mm-hmm. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en voor uw vraag. Als ik u goed begrijp, dan vraagt u zich af of er misschien bijvoorbeeld sprake is van operator bias. Hè? Ja. Dat de operateur bijvoorbeeld ruimer heeft weggesneden. Ik verwacht eigenlijk niet dat het geval is, omdat het was ook steeds een andere operateur. De operateur was ook geblindeerd voor de biopt-uitslag als er een high confidence OCT-diagnose werd gemaakt. En degene die opereerde was in de meeste gevallen geen onderdeel van het onderzoeksteam. Hartelijk dank, dat is een heel goede uitleg, maar als ik dan toch kijk naar hoofdstuk 3.1, dan krijg je toch de indruk dat het misschien zo zou kunnen zijn, omdat daar laat u wel zien dat met name bij de Mohs-chirurgie, als het gaat over de resection margins, dat er toch duidelijk slechtere performance is dan in vergelijking met die diagnostische aanpak. En de tweede vraag zou dan ook zijn, hoezo zijn die diagnostische waarden niet van deze tumoren ook bij hoofdstuk 3.1 bij? Dus, ik verstond het laatste deel van uw vraag niet zo goed. De eerste vraag misschien is, doe maar één naar die andere. De eerste vraag is, denkt u niet ook dat het eigenlijk een bewijs is, de resultaten van hoofdstuk 3.1, dat er wel een bias is? Mm-hmm.
Omdat die resultaten zijn zo slecht eigenlijk. Of? Ja. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Ik denk dat met name de resultaten bij Mohs-chirurgie heel slecht zijn, omdat je echt de randen van de tumor gaat beoordelen. Daar zijn vaak ook minder tumornesten te ontdekken dan bijvoorbeeld als je het echt in het centrum van de tumor zet. Dus dat is veel moeilijker. Vaak is het ook zo bij Mohs-chirurgie, dat wordt ingezet hè, ook in de H-zone van het gezicht. Vaak heb je daar ook agressievere tumoren. De tumornestjes die kunnen dan ook veel dieper liggen, waardoor je ze ook niet kunt zien op OCT. Dus ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste verklaring is waarom OCT, of waarom eigenlijk dan de sensitiviteit van OCT heel slecht is. En dat de specificiteit bij Mohs heel slecht is, heeft er denk ik ook mee te maken dat je bijvoorbeeld talgklieren verkeerd interpreteert als een tumornestje of vaatjes interpreteert als een infiltratief tumornestje. Dus ik denk dat er echt wel wezenlijk verschil is of je het inzet voor het beoordelen van de resectiemarges of echt voor het diagnosticeren, waar je echt die probe in het centrum van de tumor zet. Wat is de meest belangrijke factor die bepaalt of wel een recidief komt of niet? Ik denk dat het ook de behandeling is. Ja, en maar met waar... name als het afhankelijk van een recidief zijn natuurlijk de resectievlakken dus. We gaan dat nu niet oplossen, dat is duidelijk. Maar misschien is het goed. Hoezo heeft u die diagnostische waarden van die basale carcinoom in hoofdstuk 3.1 niet meegenomen? Gewoon ter vergelijking. Omdat als een Mohs-chirurgie versus dat zou misschien nog indrukwekkender geweest zijn. Was er een reden voor? Of, De reden is denk ik ook geweest omdat het natuurlijk een hele andere studie is, een hele andere studieopzet. Waardoor het ook toch wel moeilijk is om dat dan direct naast elkaar te zetten. We hadden misschien wel in de discussie daar iets over kunnen noemen. Hè, dat de diagnostische accuratesse veel beter is in het diagnosticeren dan als je het inzet voor het beoordelen van de resectiemarges. Hartelijk dank. Dus ik ben een grote fan van die beeldvorming, ook van dit soort technieken, omdat het ons enorm veel werk bespaart natuurlijk. Dus dat is altijd goed. We zien dat ook met name bij de MDL. We krijgen bijna geen leverbiopten meer. Dus dat is ook... ja, rustige leven voor een patholoog. De vraag is een beetje, wat is eigenlijk de waarde van de patologie voor uw studie? U heeft in de introductie, noemde u die verschillende types van basaal carcinoom. Mm-hmm. En ja, volgens mij hebben jullie sowieso geen patologie nodig, omdat het was zo duidelijk superficieel, nodulair en infiltratief. Al klinisch, dus eigenlijk hebben jullie ook geen OCT nodig. Maar wat is de rol van de patologie hier? Omdat, Bedankt voor uw vraag. Het is zo, hè, met OCT, je kunt ongeveer 2/3 van de biopten zouden we kunnen voorkomen. Dan zouden we inderdaad niet meer nodig hebben. Maar er is toch nog steeds een groep patiënten waarbij je toch twijfel hebt over de diagnose. Of waarbij ik denk, van, nou, het is geen BCC, maar wat het dan wel is, dat weet ik niet. En dan heb ik wel zeker die patholoog nog nodig. En ook als ik twijfel over het subtype. Hè, soms dan zie ik op OCT een nodulair BCC, maar dan twijfel ik van, goh, zit er nog een infiltratieve component onder? En dan wil ik toch dat biopt hebben. Dus ja, u blijft nog wel zeker nodig. Ik ben heel blij te horen, omdat ik zag met... enige verbazing dat met name hoofdstuk, er zijn 5 hoofdstukken in uw proefschrift, waar u wel dan in principe patologie gebruikt. Maar dat was dan macroscopisch of microscopisch, omdat daar staat geen patholoog bij. Heel vervelende vraag, ik weet dat. Maar het is toch even interessant te weten, hoe kwamen jullie bij die data van de patologie dan? Even kijken, hoofdstuk 5, hè, zegt u? Nee, dat is, zijn in totaal 5 hoofdstukken, 3.3, 4.1... 4.2 en 4.3. Maar gaat het alleen maar over het gebruik van patologiedata bij publicaties. Dus als good clinical practice bij publicaties. Dus, u heeft wel de histologie gebruikt, niet de macroscopie. Als ik het goed begrijp. Ja, de histologie. Ja, dus ik ben zeer onder de indruk van uw proefschrift. En ik mag het woord al teruggeven aan de heer Rector. Dus. Dank u wel. Professor Stuurhausen, voor uw oppositie. Dan gaan we nu naar de volgende opponent, die ook lid van de beoordelingscommissie is. En dat is professor De Jong. En zij is hoogleraar dermatologie in het Radboud UMC in Nijmegen. En ik dank u hartelijk voor uw komst naar Maastricht. We zijn altijd blij als Universiteit van Maastricht met gasten van buiten. Dank u wel, meneer de rector. En geachte mevrouw de promovendus, ook ik sluit me aan bij alle... complimenten. Het is een prachtig proefschrift, heel mooie publicaties en heel compleet.
En ik wil ook uw promotieteam daar zeker bij betrekken. Maar voordat het feest los kan barsten, moeten we nog wel wat even met elkaar bespreken, wat van gedachten wisten. Dus ik wilde u een vraag stellen over hoofdstuk 2.1. Ja, dat is natuurlijk het compleetste hoofdstuk. Er zullen wel meer vragen van komen nog, vrees ik. Of hoop ik misschien voor u. Hoofdstuk 2.1, de flowchart die u heeft gemaakt op bladzijde 38. Misschien dat u die met mij zou willen bekijken. Want ik heb heel erg natuurlijk geprobeerd alles goed te begrijpen. Want er is heel veel gedaan in dit onderzoek. En wat eigenlijk mij langzamerhand ook steeds duidelijker werd, is dat eigenlijk alle drie de groepen dus een biopsie hebben gehad. Mm-hmm. En ik vroeg me af, uw flowchart vermeldt dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Dat ook de patiënten met een in principe high confidence diagnose, dat die geen biopsie hebben gehad, maar staat natuurlijk wel in uw methode. Mm-hmm. Zou dat kunnen uitmaken voor resultaten van uw hoofdstuk als u wel die biopsie van de high confidence groep had meegenomen in bepaalde vragenlijsten die u gedaan heeft of kosten? Zou dat invloed hebben gehad of zegt u van ja, dat is eigenlijk voor de zekerheid, dus die tel ik niet mee? Mm-hmm. Dat is denk ik wat er gebeurd is, of niet? Ja. Vindt u dat bij nader inzien toch iets wat misschien uitslagen kan hebben beïnvloed, dat ook die patiënten een biopt hebben gehad, ook al was het voor de zekerheid? Mm-hmm. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en voor uw vraag. We hebben natuurlijk de biopten in deze groep bijvoorbeeld al niet meegenomen in de kostenanalyse. Mm-hmm. Maar dat doe je niet omdat je geen trial geïnduceerde kosten eigenlijk wil meenemen. Je wil ook een beetje echt nabootsen, hoe is het dan in de praktijk? Is het ook echt kosteneffectief? Dus ik denk dat we hem daarin ook zeker niet hadden moeten meenemen, dat biopt. Ik denk wel dat het, als we dan gaan naar het volgende hoofdstuk wat betreft de patiëntenvoorkeuren, dat het toch wel een invloed kan hebben gehad tot, patiënten in de reguliere zorggroep, die hebben alleen dat biopt gehad. Patiënten in de OCT-groep, die hebben dus eerst OCT gehad en vervolgens dat biopt. En je gaat patiënten dan vragen, waar gaat uw voorkeur naar uit? Er kan sprake zijn dat patiënten een voorkeur uiten voor datgene wat ze hebben gekregen. En dan heb je bijvoorbeeld status quo bias, noemen ze dat. Dat kan ook het geval zijn dat dat ook een beetje de voorkeuren heeft beïnvloed. Ja. Ja, ik vind het heel fijn dat u dat noemt, want daar zat ik ook aan te denken. Die groep die heeft natuurlijk meer verschillende dingen gehad, kan verschillende antwoorden geven daarom. Ja. En wat mij ook opviel in dat hoofdstuk, 2.2, is dat is natuurlijk een subgroep van de hele groep. Kunt u misschien vertellen aan mij wel of die subgroep vergelijkbaar is met in percentages met uw armen in de studie? Of is dat een groep die misschien anders verdeeld kan zijn? Mm-hmm. Ik kon dat niet zo goed terugvinden, maar dat kan aan mij liggen. En bedoelt u dan de subgroep van mensen met en zonder huidkanker? Nee, of met en zonder OCT, met of zonder biopt? Ja. We hebben inderdaad nog gekeken of er een verschil was tussen patiënten die inderdaad met zekerheid, met de zekere OCD-diagnose, die dat kregen. Mm-hmm. Bij dus eigenlijk dat biopt niet nodig was. Dan zag je wel dat iets meer patiënten geneigd waren om voor OCT te kiezen dan mensen bij wie geen zekere diagnose gesteld kon worden of die een biopt hebben gehad. Oké, okay. Ja. Nou, het is goed dat u dat daarnaar gekeken is, zeker. En weet u ook misschien iets over de groep die niet de enquête heeft gehad. Mm-hmm. Hoe ziet die eruit? Is die vergelijkbaar met de groep die wel heeft ingevuld? Is daar iets over bekend? Dat is natuurlijk lastig te zeggen, omdat we daar geen gegevens van hebben. Ik moet zeggen, wat ik wel vaak terughoorde van patiënten, is dat ze de vragenlijst erg moeilijk vonden. Mm-hmm. Je vraagt natuurlijk ook van patiënten, ze moeten de consequenties gaan inzien van diagnostiek en ook de consequenties van een verkeerde diagnose. Mm-hmm. Het waren ook veel oudere patiënten, die vonden dat vaak heel erg lastig. Maar ik vind het ook lastig te zeggen waar dan hun voorkeur naar uit zou gaan. En kunt u misschien, ik weet niet of jullie daarnaar gekeken hebben hoor, zien aan de samenstelling van de groep die wel en de groep die niet ingevuld heeft, of daar verschillen in zaten, bijvoorbeeld in toch in leeftijd of in geslacht of mm-hmm. dat soort zaken. Ik weet niet of dat nog een clue kan zijn mm-hmm. voor hoe je het verder zou kunnen interpreteren. Het is een hele goede overweging om dat inderdaad te doen, om ook te kijken naar de karakteristieken van de patiënten die het niet hebben ingevuld en die te vergelijken met de patiënten die het wel hebben ingevuld. Ik moet eerlijk zeggen dat we daar niet aan hebben gedacht, maar ik vind mm-hmm. het wel een interessante overweging. Oké,
Nou, mogelijk had dat niks uitgemaakt, maar goed. Of kan het nog een keer bekeken worden, mocht er nog zo'n onderzoek worden gedaan. Mm-hmm. Had ik nog eigenlijk een vraag over hoofdstuk 2.1. En dan wilde ik eigenlijk een vraag stellen die lijkt een beetje op de vraag die al gesteld is over de kosteneffectiviteit en societal impact. Maar mijn vraag gaat met name over de vragenlijst die gebruikt is bij de kosteneffectiviteitsberekening. De EQ5D is dat, als ik goed begrepen heb. Hè? Wat vindt u van de EQ5D voor dit onderzoek? En voor ander onderzoek in de dermatologie? Nou, hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. De EQ5D-5L is natuurlijk een generieke vragenlijst. Die vraagt naar verschillende aspecten van de gezondheid en het functioneren in het dagelijks leven. Ik moet zeggen, we hebben het gedaan omdat we dus de richtlijn voor kostenonderzoek wilden volgen. Mm-hmm. Maar ja, ik vraag me af wat de meerwaarde ervan bij is om dat in te zetten bij patiënten met een BCC. Omdat BCC doorgaans ook niet zoveel invloed heeft op de kwaliteit van leven. En we zagen dus ook eigenlijk nauwelijks verschillen tussen beide groepen in de score op die EQ5D-5L. Ja, dat is denk ik ook een bekend probleem, hè, wat we met patiënten met dermatologische aandoeningen allemaal hebben. Hè, met dit soort studies, dat niet gereflecteerd wordt in zo'n vragenlijst. Nee. Nu heeft u heel veel kennis over wat u allemaal gedaan heeft. Er gaan ook nieuwe onderzoeken starten over basaal cel carcinoom. Volgens mij wordt er binnenkort één ingediend, samen met Maastricht. hoe zou u nou adviseren om dan zo'n vragenlijst... Zou u er een willen bedenken of kent u andere vragenlijsten van u zegt, nou die zou ik dan nemen. Is er iets wat geschikt is voor mensen met basaal cel carcinoom of huidmaligniteiten in het algemeen misschien wel? Mm-hmm. Bent u dat tegengekomen misschien of heeft u ideeën van hoe u het zou opzetten? Als het niet verplicht is om deze te nemen, hè? Want mm-hmm. als we daaraan voorbij gaan even. Daar moet ik even over nadenken. Misschien kan ik wat opties noemen, de SF36 bijvoorbeeld, of de DLQI, of... Mm-hmm. Ik zou denk ik, of in ieder geval een vragenlijst waarbij je ook patiënten vraagt naar de impact van BCC, op inderdaad hoe lang ze ervan moeten herstellen, wat het met ze doet, of ze er angstig van worden om bijvoorbeeld nog een BCC te krijgen. Maar in ieder geval een vragenlijst die ook de impact van een BCC mee kan nemen voor een patiënt. Ja, precies. En niet of je ver kan lopen en hoe ver. Nee. En nu, er was dan één vraag in die vragenlijst. Dat vraagt dan naar angst- of depressieklachten. Je zou misschien wel bijvoorbeeld iets van angstklachten. Dat zou ik wel graag willen meten. Want er zijn best patiënten die toch heel bang zijn om weer een BCC te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Nou, ik dank u heel erg voor uw antwoord. Ik ben helemaal tevreden met de antwoorden. En geef graag het woord terug aan meneer de rector. Dank u wel, professor de Jong, voor uw position. We are now continuing in English because we have a guest from abroad who was also a member of the assessment committee, and that's Professor Welzel. And Professor Welzel is a professor in dermatology in the Universitätsklinikum in Augsburg, and that is in Germany. Thank you for coming all the way from Germany, albeit online, and the floor is yours. At first, congratulations to your brilliant talk and work over so many years in the field of OCT. I think that you really gave many new aspects to this topic. So I have some questions for you. You mentioned the one-stop-shop principle for diagnosing and treating BCC. At what points you would think that it makes sense to integrate OCT into this pathway as primary diagnostic tool or also after surgery, aftercare? Highly esteemed opponent, thank you for your question. I think OCT should be used as a primary diagnostic and only if you are able to establish a high confidence OCT diagnosis, then you're, I think, able to omit a biopsy. But if you have any doubts about diagnosis or subtype, I think you still would need the biopsy.
also to ensure safety for patients, then you will need the biopsy. And yeah, concerning aftercare, I know we also did a study, which is not included in this thesis, for monitoring treatment responses after non-invasive treatment for superficial basal cell carcinoma. And yeah, we investigated if it was possible to detect a recurrence with OCT, which was possibly not visible with the naked eye. And we also found that we detected more recurrences with OCT that were missed with the naked eye. So I think that could also be a purpose for OCT. Mm-hmm. Thanks. And you already mentioned artificial intelligence. So I'm sure that this will be integrated into OCT, like with all other imaging methods and pathology. What do you think will be the role of AI in the clinical pathway of diagnosing and treating BCCs? Hello, esteemed opponents, thank you for your question. The role of AI, I think it could be first used as like a clinical support system, where AI would like point out the regions of interest on an OCT scan, so that the OCT assessor is able to establish a diagnosis faster and I hope more accurate with support of AI. And yeah, as I mentioned earlier, an OCT scan is quite a lot of slices you have to look at. And I think that OCT can, or AI can be used as a support for clinicians mainly. That is in first, but I think as more sophisticated AI algorithms are developed, that maybe it could even replace the OCT observer. Mm-hmm. So you mentioned many advantages of OCT, but what are the main limitations of this technique? So why isn't it used by every dermatologist? I think, of course, one of the limitations is the penetration depth. You can only look till 1 millimeter. After that, there is a lot of noise. So I think that deeper located tumors, especially infiltrative tumor nests, you can't see them on OCT. And besides that, establishing an accurate, high confidence OCT diagnosis, it requires training and experience. And I think, yeah, not all dermatologists are willing to do that training. So, and the price? Also, yes, it's 75,000. So that's not very, it's not cheap. And I think there should also be, when you start implementing OCT in clinical practice, there should be reimbursement also for OCT. And yeah, as long as we don't get reimbursements from health insurance companies, I think it's not that interesting for hospitals to implement it. So that's really necessary to get a reimbursement. And do you think that it's then the main diagnostic role of OCT will be only in specialized skin cancer centers or also for private practices? Mm-hmm. I think it can also be used in private practices as long as the dermatologist also sees a lot of patients with lesions suspicious for skin cancer, because you do want to see a lot of patients with possible BCC. You also you want to get experience in using BCC. And of course, if you have a private practice, it's quite an investment to make to get an OCT. So you use now a system which is in this technical realization, I think, about 10 years old. What will be the technical future of OCT? What do you think about dynamic OCT or combination with other methods? You mentioned line field confocal OCT. Well, of course, line field confocal OCT, that's a really nice new development. I think that the main advantage is that you can see a cellular resolution, which allows for more or higher diagnostic accuracy, I think.
but also dynamic OCT. That was not the focus of my thesis, but it can also, I think, be really helpful for subtyping. But I know that there are also studies that investigate the vessel patterns in melanoma. So there are a lot of new developments, interesting developments. Mm-hmm. And I'm not sure if you use also OCT for primary screening of the whole body. So in Germany, we have the skin cancer screening program, and I detect much more, I call it invisible BCCs, when I use OCT for small pink patches at the trunk or at the extremities. Is it the same for you? So we focus mainly on BCCs at the face, but if I use OCT, I find much more. Yes, we don't do that at the moment for like screening, but I think that it could be possible also like in patients with basal cell nevus syndrome. It can be really helpful, I think, to use OCT. And if you have now such a nice non-invasive tool for monitoring and on detection of BCC, so there are some patients where surgery is not really useful and perhaps they are very old. Have you ever tried to monitor a BCC? So there's only a very few publications on regressive BCC. Perhaps it's not necessary to treat all BCCs. Perhaps some went away by themselves and you don't detect them anymore. And if you make a biopsy, then you can never monitor a tumor. Do you know anything about this? Short question, please. Short answer, sorry. Okay, well, to give a short comment, I don't think it's necessary to treat all BCCs, especially in older people, patients that are 90 years old. I think you can also monitor the BCC, even with OCT. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you very much for your position, Professor Welsel. Dan gaan we nu terug naar de Nederlandse taal en de volgende opponent is professor Stijlen. Die is hoogleraar dermatologie en hoofd van de afdeling in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En vandaag ook secretaris van uw beoordelingscommissie, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de kandidaat, ook ik wil u van harte feliciteren met het tot stand komen van uw proefschrift en uw promotor en co-promotoren daarbij betrekken. Het is dus heel erg mooi weergegeven, ook vormgegeven. We zien dat naast de OCT ook nog andere hobby's heeft, zoals stijldansen, fietsen en surfen of snowboarden. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar daar willen we niet over discussiëren. Ik zou graag met u willen discussiëren over stelling 10. En ik wil dan ook een van uw paranimfen uitnodigen om deze stelling voor te lezen. De huid weerspiegelt onze lichamelijke en psychische gezondheid. Dankjewel. Wat de lichamelijke gezondheid betreft kan ik nog iets voorstellen. Dat iemand die bloedarmoede heeft of geelzucht, dat je dat aan de huid kan zien. Maar de psychische gezondheid, dat vind ik, zou ik een hele knappe vinden. En zou je mij kunnen uitleggen hoe je dat doet? En met name nu in de werkomgeving waar u nu werkt. Moeten de patiënten ook hun huid laten zien bij uw consultaties? Of hoe moet ik dat zien? Ja, hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en voor uw vraag. Hoe de stelling eigenlijk is bedoeld, is dat huidziekten vaak ook samen kunnen hangen met psychische klachten. Zo kan bijvoorbeeld stress een invloed hebben op de huid. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen met eczeem of met psoriasis die een opvlamming kunnen krijgen als ze heel veel stress ervaren. Of dat een huidziekte op zich heel veel stress kan veroorzaken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een patiënte die ik zag op de poli, een jonge dame met alopecia areata. Dus meerdere kale plekken op het hoofd had en die daar heel erg somber van werd. Ook heel veel schaamte had om zich in het gewone leven te laten zien. Dus een huidziekte kan ook heel veel psychische klachten veroorzaken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal psychiatrische diagnoses. Dat zullen degene zijn die ik dan voornamelijk in mijn werkveld tegen zou komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan body dysmorphic disorder, een obsessieve compulsieve. Ik ontbreek u even inderdaad, zoals trichotillomanie en dat soort aandoeningen. Dat zijn echt psychiatrische aandoeningen. Maar is het niet meer vaker zo dat een huidziekte stress veroorzaakt
dan dat de stress de huidziekte veroorzaakt. En dat vaak de stress meer invloed heeft op het beloop van de aandoening. En daar kan inderdaad de psychologie helpen, hè? Een psychologische benadering helpen. Maar het is niet zo dat u nu in de huidige spreekkamer waar u nu werkt, toch even naar de huid kijkt, altijd standaard? Dat is niet het geval. Ik sta momenteel op een crisisafdeling. Maar ik moet zeggen, daar komen toch ook aardig veel patiënten voorbij die eczeem hebben of die even een verdacht plekje hebben wat ze dan toch even willen laten zien. Maar het is niet zo dat u de OCT nu in uw spreekkamer heeft staan en dat u bij een psychiatrisch consult even denkt van, we moeten even een total body OCT doen. Dan moet ik het nog even over hebben met mijn opleider. Oh ja. Nee, maar goed, dat was meer een ludieke vraag. We gaan nu naar een wat meer serieuzere vraag. In hoofdstuk 2 is de primaire uitkomstmaat van uw onderzoek dat deel van de patiënt dat vrij is van kwaadaardige huidafwijking na 1 jaar. Maar op pagina 8 schrijft u dat het BCC een BCC een langzaam groeiende tumor is. Is 1 jaar dan niet veel te kort geweest? Bedankt voor uw vraag. We hebben daar natuurlijk een afweging in gemaakt. En de gedachte was dat we toch het grootste aantal van de recidieven wel binnen 1 jaar zouden opsporen. Omdat we weten dat na niet-invasieve behandeling dat de meeste recidieven in het eerste jaar optreden. En na excisie is het recidiefpercentage sowieso heel laag. Maar je zou natuurlijk nog kunnen denken om misschien een 5 jaar follow-up te doen. Omdat het natuurlijk wel zo kan zijn dat na excisie ook na 1 jaar toch nog een recidief kan optreden. Mm-hmm. Maar dat is iets voor mijn opvolger misschien om te doen. Ja, u moet natuurlijk ook iets overlaten aan uw opvolger. Ja. Opvolgers, want anders valt er niks meer te promoveren hierna. Wil ik even doorgaan over hoofdstuk 3.2 op pagina 161. Schrijft u dat meer onderzoek nodig is naar de diagnostische waarde van OCT in het Engels zegt u dat this sensitive skin region. Bedoelt u sensitive skin? En dan heb ik altijd een associatie met de gevoelige huid, zoals we dat uit de cosmetica kennen. Wat bedoelt u precies met de sensitive skin? Ik bedoel daarmee regio's bijvoorbeeld in het gezicht, zoals op het ooglid, functioneel belangrijke gebieden, die kwetsbaar zijn. Ja. Oh, maar bedoelt hier niet mee de gevoelige huid zoals we dat kennen uit de dag- en nachtcreme? Nee, ik bedoel inderdaad bijvoorbeeld oogleden. Gewoon functioneel belangrijke gebieden, bijvoorbeeld in het gezicht. Oké, dat stelt mij dan gerust. Ik heb altijd zo mijn twijfels over het concept de gevoelige huid. Maar u bedoelt iets concreters daarmee. Zelf ben ik recent begonnen met die OCTI-leerling. Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan de OCT. Het vervelende is dat je, dan krijg je steeds meer punten als het goed gaat. Maar als je een keertje fout zit, dan krijg je gelijk heel veel strafpunten. Dus dat is heel frustrerend, dan ga je weer door. Maar goed, zo met die OCT, zo met die training ben ik dus nu recent begonnen, zoals u merkte. En heel erg enthousiast erover, zoals u ook merkt. Maar dan wat dan opvalt is dat zodra er van die haartjes in de buurt komen, dan wordt het moeilijker. Want dan krijg je zo'n slagschaduw. Wat is uw mening over de plaats van de OCT in de regio's waar meer haartjes zijn? Bedankt voor uw vraag. Ik denk dat het heel lastig is, want inderdaad wat u aangeeft, in gebieden waar heel veel haren zitten, dan krijg je een slagschaduw op OCT. Waardoor je dus ook niet meer goed de epidermis en de dermis in beeld krijgt. En dus ook veel moeilijker kan beoordelen of er bijvoorbeeld sprake is van een BCC. Dus zou je het willen inzetten, dan zou ik toch adviseren om de haren dan of weg te halen als het te veel in beeld zit. Ja, dus dan moet er eigenlijk ook nog bij het apparaat een scheermesje bij, wat dan hygiënisch toegepast kan worden uiteraard. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dankjewel voor de vragen, ik ben tevreden. Dank u wel, professor Steyler, voor uw positie. Dan gaan we naar nu de volgende opponent. En dat is dokter Voogd. En hij is universitair hoofddocent klinische epidemiologie in de Universiteit van Maastricht. Dokter Voogd. Dank u wel voor uw introductie. Allereerst ook mijn felicitaties met de door u geleverde wetenschappelijke prestatie. En het is genoegen, vind ik het. Waar genoeg om een van de opponenten te mogen zijn. En dus ook deelgenoot van deze feestelijke dag. Ik ga ervan uit dat het genoegen wederzijds is. Want het is altijd leuk als het een epidemioloog in de corona is om ook de methode en de statistiek een beetje te coveren. nou weet ik dat die wel in goede handen waren bij uw co-promotor dokter Nelemans. En zij is een goede collega van mij op de afdeling epidemiologie. Dus wie ben ik om kritische vragen hierover te gaan stellen?
Maar tegen beter weten in ga ik dan toch een poging wagen. En mij is ook door de prorector voor ons allemaal verzekerd dat het ook een feestelijke dag moet worden. Dus daar zal ik dan ook mijn bijdrage aan proberen te leveren. Ik heb twee vragen. Aangezien ik de laatste ben, kan ik u misschien laten kiezen. Ik heb één vraag over prestratificatie. En ik heb een vraag over reproduceerbaarheid. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Ik ga voor reproduceerbaarheid. Reproduceerbaarheid, oké. Okay. Dan begin ik met die vraag. U noemt op pagina 47 van uw proefschrift onder andere, en denk ik wel op meer plaatsen, enkele beperkingen van uw onderzoek. En dan duid ik met name op die ROCTI trial. En de eerste die u noemt, en daarom denk ik ook wel de belangrijkste, omdat u hem als eerste noemt, is dat die OCT-diagnoses waarop die resultaten gebaseerd zijn, slechts door één heel goed getrainde arts zijn uitgevoerd. Dat was u zelf, begrijp ik. Ja. Het verbaast mij dan een beetje waarom daarvoor is gekozen. Want uiteindelijk is er nog een hoofdstuk 4.1, waar over reproduceerbaarheid, of waar ook dat stukje reproduceerbaarheid wel aan de orde komt. En mij leek daar een kleine moeite om die beoordeling door meerdere personen uit te laten voeren. Maar waarom is dat niet gedaan? Of zie ik dat te eenvoudig? Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en voor uw vraag. Het is inderdaad, het is nooit één beoordelaar gedaan, één iemand die heel goed getraind is. We hadden er inderdaad ook voor kunnen kiezen om natuurlijk meerdere beoordelaars in te zetten. Ik verwacht dan wel dat je wat meer inter-observer variabiliteit krijgt tussen beoordelaars. Maar goed, ja, ik denk dat het juist een sterk punt zou zijn als je dat zou introduceren. Ja, het zou inderdaad ook een sterk punt kunnen zijn. Want stel, je hebt meerdere beoordelaars en je laat zien dat al die beoordelaars ook tot een high confidence diagnose komen en een hoge accuratesse. Dan zou het inderdaad wat meer reproduceerbaar zijn. Dat ben ik met u eens. En dat is ook inderdaad ook wel een van de belangrijkste limitaties van de studie. Want was daar ook commentaar? Ik kan me nog voorstellen dat er ook commentaar van referent op is geweest. Omdat het toch een beetje op naar implementatie ook natuurlijk wel een beperking kan zijn. Er waren inderdaad, vaak kregen we het commentaar van, ik was enthousiast toen ik het las. Toen dacht ik van, maar wacht, het is maar één beoordelaar. Ja, kan ik dat dan ook wel? Dat is wel iets wat we teruglazen. Ja, ja. Want er zijn best wel wat karakteristieken die je dan kan bepalen op dermis en epidermis. En nu ga ik een beetje in een vakgebied waar ik dan wat minder in thuis ben. En dan zegt u ook dat er ook nog eens weinig consensus bestaat onder de onderzoekers in de gehanteerde terminologie. Dus ik denk daarmee ook een beetje over de definities. Mm-hmm. En dan wordt de vergelijkbaarheid van studies weer bemoeilijkt. En als toekomstige lezer voel ik me dan toch een beetje in het bos gestuurd, lijkt het wel. Of diplomatiek uitgedrukt in onzekerheid gelaten over die reproduceerbaarheid. Dus ik was ook wel benieuwd, omdat ik zelf borstkankeronderzoek doe. En dan hoor ik ook wel eens van allerlei nieuwe technieken. En dat worden dan meer speeltjes van een bepaalde radioloog. Mm. En toen had ik zoiets van, hoe zit dat dan met die OCT? Het lijkt nu eigenlijk een beetje, in het kader van de studie kan ik me er iets bij voorstellen. Maar is het niet een speeltje? Want u doet wel allerlei suggesties om het breed geïmplementeerd te krijgen. Maar zelf levert u vrij weinig overtuigende cijfers. Bijvoorbeeld kappas. Hè? Mm-hmm. Hoe zit dat nu met die... Zijn die data beschikbaar binnen uw kliniek? Ik weet toevallig dat er één studie is gepubliceerd van Cheng, een Australische onderzoeksgroep. En die lieten wel zien dat de inter-observer agreement heel hoog is voor goed getrainde beoordelaars. En dat die redelijk is tussen beoordelaars met minder ervaring. Dus ik verwacht wel, als je inderdaad OCT-beoordelaars goed traint, middels bijvoorbeeld een gestandaardiseerde training, dat het dan toch wel mogelijk is om een hoge mate van inter-observer agreement te bereiken. Oké. Okay. Ik weet ook niet, wat is de status nu van OCT? Wordt dat echt breed toegepast? Dat vroeg mij dan af. Op dit moment nog niet. We hebben wel veel ook in Duitsland en in Italië. Maar ik hoop dat na dit onderzoek, zeker na de ROCTI trial, dat er ook meer interesse is om OCT te implementeren. Is het nu nog te vroeg om het in een richtlijn op te nemen? Of... Dat zou je met zo'n trial eigenlijk, ambieer je dat toch eigenlijk ook wel? Niet dat je nog weer heel veel extra onderzoek moet gaan. Ik denk wel dat de resultaten van de ROCTI trial opname in de richtlijn rechtvaardigen. En dan inderdaad ook als initiële diagnostische strategie. En niet om het biopt helemaal te vervangen. Ja. Maar waarbij je dus alleen nog een biopt neemt als je twijfel hebt over de diagnose of het subtype. En als je zeker bent, dan kun je je biopt achterwege laten. Ja.
Maar u, of in ieder geval uw collega's op de afdeling dermatologie, die promoten het. Ja. Wel, ja. Ik heb nog, mag ik nog een vraag stellen? Ik heb een vraag over die pre-stratificatie, maar ik heb ook een vraag over preventie. Mm-hmm. Welke vraag wilt u hebben? Preventie. Oké, okay, dan doe ik de vraag over preventie. Dan komen we aan die andere, of vrees ik niet meer toe. Ik heb zelf gewerkt bij de kankerregistratie, het Integraal Kankercentrum Nederland. Die hebben laatst een kankeratlas uitgebracht, mm-hmm, met allerlei cijfers over het voorkomen van diverse vormen van kanker. Mm-hmm. En met huidkanker zie je natuurlijk hele grote regionale verschillen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot nadenken over preventie. Mijn idee was, hoe ziet u dat voor zich, de rol van de dermatoloog in de preventie? Heel veel smeren. Goed smeren. Heel veel smeren, oké. Okay. Goed. Dank u wel. Dank u, dokter Voogd, voor uw oppositie en mevrouw Adam. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie gaat zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap hier aanwezig en ook online onze terugkomst en de uitslag van dit beraad af te wachten. En ik schors de vergadering. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goals only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goals only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park because we're taking off. Get the mileage, traveling so far. Like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goals only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Oh, 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 oh.
Als je wil. Oh god, nou dan gaan we het krijgen. Zal ik geslaagd zijn? Kunnen we wel praten?
Ik heropen deze academische zitting. Mevrouw Adan, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat verdedigd hebt. En op grond van een unaniem positief oordeel en gelet op de examens die u in het verleden heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. En de hoogleraar professor Mostert is gemachtigd om u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En het woord is dan ook aan haar. Wilt u gaan staan? Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij, Fieke Adan, tot dokter ter bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan overhandig ik u nu de bul door de rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dr. Adan, van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prachtige titel. Je hebt het verdiend. Het is al eerder gezegd vandaag een indrukwekkend proefschrift met belangrijke studies naar innovatieve... Praat alsjeblieft direct in de microfoon, alsjeblieft. Oh, excuus, ja. Een indrukwekkend proefschrift, daar waren we unaniem over, en met belangrijke studies en naar een innovatieve toepassing en als kers op de taart een prachtige publicatie in de Lancet Oncology. En dat keurig binnen de termijn van 4 jaar. Dat doe je niet veel na. En ik moet zeggen, ik had ook niet anders van je verwacht. De afgelopen jaren heb je leren kennen als een punctuele, degelijke onderzoeker die heel graag de puntjes op de i zet en ook heel duidelijk is in wat ze wil. Dat begon eigenlijk al voordat je in 2018 bij ons werd aangenomen. We waren op zoek naar een AIOS voor een multicenter onderzoek naar de behandeling van Morbus Bowen en hadden daarvoor een sollicitatieprocedure opgenomen. En daarbij hadden we gevraagd of sollicitanten een patiëntenbrief wilden ontwerpen en toelichten, zodat we alvast een indruk konden krijgen van de skills. Nou, die van Fieke zag er piekfijn uit. En we waren na je gesprek ook meteen enthousiast. Je cv was opvallend goed, je deed op dat moment al onderzoek in het AVL, had al een aantal publicaties op je naam staan over onderzoeken naar huidkankersyndromen. Dus daar waren we meteen heel enthousiast over. En toen ik trouwens je cv in de proefschrift zag, constateerde ik ook dat je inmiddels al zoveel publicaties hebt over het Lynch-syndroom, dat je daar ook nog een tweede proefschrift van had kunnen vullen. Maar dat terzijde. In ieder geval waren wij erg enthousiast naar je sollicitatie. Maar zelf was je nog niet helemaal overstag, want je had ook nog een andere mogelijke plek in Amsterdam. Gelukkig koos je voor ons. En je zag het ook wel zitten in Maastricht. Je werd aangenomen voor het project. Maar heel kort daarna kreeg ik goed nieuws over een subsidieaanvraag die we hadden ingediend. En een zonnewee zou ons onderzoek naar innovatieve methoden om huidkanker vast te stellen vergoeden. Het onderzoek naar OCT. U heeft er vandaag misschien al iets over gehoord. Voor dat onderzoek konden we opnieuw gaan werven. En we zochten naar iemand met skills om een multicenter onderzoek te coördineren. Die niet alleen van aanpakken wist, maar ook overtuigend kon zijn om patiënten te includeren. En collega's te motiveren. En iemand die precies genoeg was om alle data keurig bij te houden en foutloos te registreren. Maar ook iemand met inzicht in de statistiek. Die vervolgens de analyses zou kunnen doen. En ook nog iemand die in staat was om zich het scannen eigen te maken en
daar een talent voor had. Nou, dat alles bij elkaar. Ik weet nog dat, wij zagen dat wel, dat jij dat bij jou goed zat. En ik weet nog dat ik je de keus gaf tussen het BOEM-project en het OCT-project. En je was er eigenlijk meteen ook over uit. OCT, dat leek jou wel wat. Uiteindelijk begon je op hetzelfde moment als de onderzoeker op het andere project, Shima, met wie je uiteindelijk 3 jaar op de kamer hebt gezeten. In het begin van je aanstelling was het zo'n zaak om zo snel mogelijk OCT-scans te maken en goed te leren te beoordelen. En dat was niet zomaar iets, want op dat moment waren er eigenlijk nauwelijks collega's aanwezig die dat goed konden. En die ook nog de tijd hadden om jou hier goed op in te werken. Je ging dus zelf aan de slag met een online atlas, begon te oefenen op scans die wij op onze afdeling vervaardigd hadden. En even naar de volgende pagina. En je bezocht experts in Augsburg en in Modena om jezelf goed te laten bijscholen. Voor deze reisjes heb je reisstipendia aangevraagd, uiteindelijk 2 subsidies gehonoreerd gekregen. Ook iets wat niet veel onderzoekers bij ons al op dat moment doen. Het waren voor jou leerzame tripjes, maar ook heel goed voor het netwerk van jou en onze groep in Maastricht. En je bleek talent te hebben voor het beoordelen van de scans. Met de opgedane kennis werd je eigenlijk al heel snel zo goed als een expert in het beoordelen van scans. En begon de grote klus van het includeren van voldoende patiënten voor de grote studie. Intussen was je nieuwsgierig naar allerlei andere toepassingen van het OCT-apparaat en raakte jij zo enthousiast van bijna elke nieuwe diagnose die je op je scan zag. Elke maand had je wel weer een nieuw idee voor een case report of een extra studie waar je een artikel over wilde publiceren. En soms moest ik je daar wel een beetje in afremmen. Want naast case reports waren er eigenlijk ook genoeg grote studies die je uitvoerde. U heeft ze in het proefschrift kunnen lezen en een selectie gezien in de presentatie. Ja, we moesten selecteren, want het waren te veel studies om allemaal te bespreken in de 15 minuten die een promovendus krijgt. Dus tijdens het oefenen, tijdens de proefpromotie, hebben we flink wat studies nog moeten schrappen. Een studie bijvoorbeeld naar het verbeteren van de kwaliteit door het aanbrengen van een gel. De toepassingen bij Moos al wel genoemd tijdens de verdediging. Die hebben het niet gehaald tot de presentatie, maar zijn wel onderwerpen waarin je verdiept moet hebben. Stuk voor stuk super relevant om gebruik van deze innovatieve tool richting implementatie te krijgen. Maar ook stuk voor stuk studies met steeds weer een andere vorm van onderzoek en andere statistische methodes die je hier eigen voor moest maken. En opvallend genoeg draaide je hier je hand niet voor om. Al snel werd het eerste artikel geaccepteerd en eigenlijk is het ook niet al moeilijk geweest om alle andere artikelen vlot geaccepteerd te krijgen. Het onderwerp zat in de lift, maar je was ook heel efficiënt in het opschrijven en het leek je allemaal heel makkelijk af te gaan. Je talent om anderen te enthousiasmeren is daarbij wel goed van pas gekomen. Door te delegeren, of misschien beter gezegd samen te werken, heb je heel veel werk weten te verzetten. En zijn er diverse collega-artsassistenten en onderzoekers die samen met jou onderzoek deden. Je enthousiasmeerde Gert-Jan, die onder andere betrokken was bij het Moos-project en later een opleiding kwam. Ellen, met wie je de glycerolstudie deed. En uiteindelijk Tom, die nadat hij door jou was ingewerkt, inmiddels het stokje van jou heeft overgenomen. En zo de opgedane kennis en kunde op onze afdeling behoudt. En zo maak je velen enthousiast over het gebruik van OCT. Het ging je voor de wind. Alle ingediende artikelen werden snel geaccepteerd. En de ROCTI-studie, het meeste stuk, liep ook op schema. Maar toen kwam de COVID-19-pandemie. Precies op het moment dat je eigenlijk de meeste studies zou mogen gaan presenteren op congressen, nationaal en internationaal, ging de wereld op slot. En misschien nog erger, je moest ook nog patiënten terugzien voor de ROCTI en die kwamen niet meer naar het ziekenhuis. Met de nodige inspanningen en creativiteit hebben we toch voor elkaar gekregen om de meeste patiënten terug te zien. En dit resulteerde in de prachtige en enorm belangrijke publicatie in de Lancet Oncology. En ik zeg belangrijk, want dit is echt een studie waarmee OCT op de kaart is gezet als diagnosticum van huidkanker. Gelukkig kwam de tijd van congresbezoekjes weer terug en werd je geselecteerd voor het Pelerin-symposium. Een mooie prestatie, want alleen een nominatie is al eervol en levert een mooie geldprijs op, maar dat was voor jou niet genoeg. Met een spetterende presentatie enthousiasmeerde jij het hele ziekenhuis en liet je chirurgen, kinderartsen en neurologen achter je door de Pelerin-prijs te winnen. Met de daarbij behorende nog grotere geldprijs. U snapt wel waarom wij met het hele team vanavond zijn uitgenodigd voor diner. En inmiddels waren er ook sollicitaties voor opleidingsplekken op onze afdeling. En jou konden we natuurlijk niet laten lopen. Met een prachtig cv en een overtuigend gesprek vonden we je een zeer geschikte kandidaat om met de opleiding te beginnen. En je werd aangenomen. Eerst zou je nog een paar maanden in het Catharina ziekenhuis werken als Anios. En daarna beginnen aan de opleiding.
Maar eenmaal begonnen in het CZT ging je twijfelen, want je bleek minder enthousiast te worden van de korte consultvoering die typisch is voor de dermatologie. Korte contacten, weinig tijd voor diepgang en het leren kennen van de mens achter de huidaandoening. Tijdens je studie had je al de hectiek meegemaakt van een dermatologie-spreekuur, maar eenmaal als Anios werkzaam in het CZT zag je dat deze manier van werken toch niet paste bij wat jij wilde voor de toekomst. En daarom nam je het moeilijke besluit om de opleidingsplek op te zeggen en te starten met de opleiding psychiatrie. Natuurlijk vonden we dat heel jammer dat je niet bij ons bleef, maar ook heel goed dat je deze beslissing al hebt genomen voordat je met de opleiding was gestart. Intussen ben je alweer een tijdje bezig bij de psychiatrie en gelukkig blij met je beslissing, maar je hart ligt nog wel een beetje bij de dermatologie. Je overweegt om een derma-psychspreekuur te starten en wat zou het leuk zijn als je daarvoor weer kan samenwerken met onze afdeling. Daarnaast wordt je nog veel gevraagd voor presentaties, interviews, fotosessies. En hoewel het soms een gepuzzel is om dat naast je opleiding tot psychiater te doen, doe je dit ook met veel plezier. Zo mocht je ook spreken op het grote Europese dermatologiecongres in Sevilla. En hiervoor vloog je eventjes in. Je kon helaas niet het hele congres bijwonen. Maar je hield een overtuigende presentatie en had nog wel even tijd over om andere hoogtepunten mee te pikken. Zoals het stappen met de andere promovendi en Nicole en ik. Ja, tijdens dat stappen voelden wij ons als stafleden weer even jong. Totdat we doorkregen dat jij iedereen vertelde dat wij de baas waren. Maar goed, het was wel gezellig en toevallig was er die avond ook een grote voetbalwedstrijd in Sevilla, waardoor het er wemelde van de mannen in de stad. En binnen de kortste tijd had er zich een heel vrijgezellenfeest aan mannen om jou heen verzameld, die jouw telefoonnummers en mailadressen probeerden te ontfritselen door te vragen of je misschien de gemaakte foto's wilde doorsturen. Dat vonden we uiteindelijk een tikkeltje naïef, dus daar hebben we een stukje voor stokje voor gestoken als oude ervaren stafleden in onze baasfunctie. Ook in het belang van onze eigen zorgvuldig opgebouwde reputatie, want what happens in Sevilla stays in Sevilla. Fieke, ik wil je bij deze van harte feliciteren met deze behaalde doktersgraad. Je hebt het verdiend, ik wens je heel veel geluk en ook vooral veel plezier bij de opleiding tot psychiater. Ik hoop dat je na het afronden van deze mijlpaal weer wat meer tijd hebt gekregen van je hobby, voor je hobby's, want dat zijn er veel. Reizen, koken, lekker eten, wielrennen. Geniet hiervan, samen met je vriend Stefan. Die zul je misschien nu je rondom je promotie hebt afgerond weer wat vaker zien. En ik begreep dat hij mogelijk ook interesse heeft in de opleiding tot psychiatrie. Misschien, of misschien niet, ik weet het niet. Dat zullen vast interessante gesprekken worden aan de keukentafel, denk ik. Of misschien, zoals je al op je kaft hebt laten zien, moet je er maar lekker gaan dansen. En om te beginnen vanavond, ik zal je niet langer ophouden en we kunnen samen het glas gaan heffen in de refter. Dankjewel. Heel mooi. Dank u wel, professor Mostert, voor een mooie laudatie. Laudatio. Dr. Adan is het nu, ook namens de Universiteit van Maastricht en het College van Decanen wil ik u van harte feliciteren met uw doctorstitel. En ik wens u een fantastische carrière toe en alle goeds in de dagen hierna. Ik wil bij de felicitaties natuurlijk ook uw vriend en familie en bekenden en andere mensen hier aanwezig online en on-site feliciteren. Natuurlijk uw team, professor Mostert, dokter Kellner, Smeets en dokter Nedermans. Ik wil de leden van de oppositie hartelijk danken voor hun inbreng, het harde werk, de voorbereiding en natuurlijk de technische ondersteuning en de pedel die deze hybride sessie mogelijk maakte. Nu ga ik bijna sluiten, dames en heren. Ik ga u vragen, behalve de fotograaf, de zaal te verlaten. Wij blijven hier voor een foto met professor Weltzer. En daarna maken wij nog een foto onderaan de trap. En dan gaan wij naar de refter. U bent daar dan al. Als u dan denkt, ja, wanneer kan ik de kandidaat dan feliciteren? Of de jonge dokter, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is simpel. U houdt ons in de gaten. Want wij gaan eerst en dan komt u. Dat gezegd hebben, sluit ik deze ceremonie.